Het toeval wil dat de twee Amsterdamse finalisten in dezelfde straat werken. Hier in Halve Maan, zeg, recht tegenover de Antrenoe, zit een ander gaycafé wat er begrip is in Amsterdam. Het is de tweede huiskamer van een heleboel homo's en van onze barman van vanavond. Ik heb het dan natuurlijk over de Montmartre. Na een felle competitie op Facebook tussen 23 gay barmannen en vrouwen strijden nog 6 kandidaten om de titel OutTV Gay Barman van 2014 en een geheel verzorgde zonvakantie van Corendon. De jury bestaat uit de voorzitter van de Nederlandse bartendersclub Nico Kager en OutTV's rots in de branding Ian van der Putten. Hun oordeel telt voor 50% mee. De overige 50% wordt bepaald door het aantal likes dat de barmannen op hun Facebookfoto weten binnen te slepen. De 6 gay barmannen die kans maken op een plek in de finale zijn... Kees Vegers, Niels Oosterman, Melissa Afman, Sjoerd Knops, Efraïm Beks en Marcel Brunsveld. Er komt publiek van jong tot oud. We hebben van 6 tot 8 happy hour, dan komt er wat oudere mensen. Dat blijft een beetje hangen tot een uur of 9, dan gaat het zich mixen. En ja, in de avond komen er vrij jongere mensen. We hebben vaak themafeestjes. We hebben er vanavond ook een speciale draaier gegeven. Ik hou van Montmartre presenteren, dat is een parodie op Ik hou van Holland. En dan speel ik de zoon van Annie en Bob de Rooij. En daar ga ik er een leuk thema aan geven. Zo voor, we hebben zondag zangers. Nou, in het weekend hebben we een DJ. Ja, zo komen we de week een beetje door. De specialiteit van het huis is dat het barpersoneel heel hecht is met elkaar. Dat maakt het dat je gewoon ook jezelf kan zijn. Je wordt niet aangekeken door je mede-collega hoe je bent of wat je bent. En dat kunnen we dan ook uitstralen naar de gasten. Dus de gasten voelen zich daarom ook op hun plek. En komen ja, daardoor ook een stukje los en krijg je een hele leuke band met elkaar. Dus ja, dat is het. Ja, dat is de kracht van de Montmartre. Waarom moet je hier naartoe? Omdat we natuurlijk het leukste gaycafé zijn. Dat is standaard antwoord. Nee, ja, we hebben heel diverse muziek. Veel Nederlands met pop gecombineerd. Waardoor het eigenlijk altijd gezellig is. Ain't no tea, ain't no shade. But at the same time, bitches better get out the way. I'm a fam queen. Marcel is een goede barman, door zijn spontaniteit, zijn eerlijkheid, zijn grappen, zijn grollen. Ik werk heel graag met hem. Ik vind hem geweldig. En hij is gewoon naar iedereen leuk, vriendelijk en gastvrij. Hij is klaar voor een praatje met iedereen. En dat maakt hem onwijs een goede barman en ja, vakman. Ja. Hij kijkt naar wat mensen leuk vinden, wat ze willen. En dan geeft mensen aandacht. En dat is heel belangrijk, dat je net ziet dat een asbak vol is, dat een glas leeg is, dat een rietje moet komen. Allemaal van die kleine dingen die in detail heel belangrijk zijn, want mensen willen aandacht. Daarvoor gaan ze naar een kroeg. Marcel is een goede barman omdat hij heel erg klantvriendelijk is. Zo gek als een deur, hij kan gek doen, maar hij kan ook heel lief en heel zorgzaam zijn. Hij let gewoon heel goed op zijn klanten en maakt lekkere drankjes. En ja, is er gewoon voor iedereen die aan zijn bar zit. Omdat je geen zure mensen voor je hebt. Het zijn eigenlijk alle mensen die naar je toe komen, komen voor een feestje. Nou, dat is de reden dat ik barman ben geworden. Ik denk dat een goede barman iemand is die dingen onthoudt. Zoals als je vaste gasten iets bestellen, dat je dat ook de volgende keer nog weet. Dat je weet wat je doet, wat heel veel mensen denken dat een barman, iedereen barman kan worden. Nou, dat is niet zo. Je moet aanvoelen wat de mensen willen, je moet een babbel kunnen maken. En het is belangrijk dat je ook weet wat je verkoopt. Want een biertje tap is niet zomaar een biertje tap. Mijn eerste indruk van Marcel is goed. Hij heeft goed oogcontact met de gasten. Gebruikt netjes een non-drip schenker. Maatjes worden allemaal goed afgemeten. Jammer dat hij niet even de glazen spoelt. Of nat maakt voordat hij gaat tappen. Kraantje iets te ver in het glas, dat mag ook eigenlijk niet.
Nou, hij schuimt gelukkig wel netjes af. Keurig. Marcel, je komt je eerste opdracht. Maak 3 shotjes met daarin als hoofdingrediënt bruine jenever. Ja? 3. Marcel heeft als voordeel dat hij al een aantal afleveringen heeft gezien. Dus hij heeft een beetje stiekem afgekeken. Nou, ik ben benieuwd of we dat kunnen zien. Hij moet 3 shotjes maken in plaats van cocktails. De shotjes zijn natuurlijk een onwijze winstpakker voor een drukke bar. Naast het biertje wordt er dan een lekker shotje verkocht. Ja, keurig de ijsblokjes met een tandje. Wordt keurig afgemeten. Misschien heeft hij hier wel een beetje voordeel gehad dat hij andere afleveringen heeft bekeken. De roze wodka bij de bruine jenever. Netjes afmeten. Een beetje grenadine. Een desje limejuice. Om het zoetje een beetje in balans te brengen. Goed geshaked. Keurig. Hij werkt keurig aan de strenen. Je houdt de ijsblokjes tegen. Het is een heel mooi roze drankje geworden. Oké. Neem maar. Yes. Oké, cheers. Cheers. Just look in my eyes. Yes. Look in your eyes. Otherwise, hey. Cheers. Oké, here we go. Wat vind je ervan? Lekker. Ja, dat was goed. Wat vind je lekker? De smaak. Ja. How do you think it tastes? Very fruity, it's very good. Yeah. It looks good also, I like the pink. A really gay gay shot. Shooter. Very good, yeah. Okay. Lekker toch? Goed, top. Vind ik het leukste aan mijn vak. Dat hier mensen binnenkomen dat ze totaal niet weten wat ze verwachten. En dat ze met een smile weggaan en terugkomen. En dat is het leukste van mijn vak. Hier gaan we voor de tweede opdracht. Je gaat 10 biertjes geblinddoekt tappen. Maar om het iets moeilijker te maken, omdat de eerste uitzendingen zijn al op televisie. Dus dat had je kunnen zien dat die opdracht aankwam. Gaan we het hier vanaf hier blinddoek doen. Dus je moet naar de tweede tap lopen. Ik ga je blinddoeken. Oké, dan gaan we. 3, 2, 1 en gaan. Ik denk dat het een beetje tegenvalt dat hij verrast werd dat de opdracht iets veranderd was. Ziet er goed uit, biertje. Goede tijding zo te zien. Ik ben benieuwd of dat allemaal goed gaat met het afzetten van de biertjes. Op zich keurige biertjes. Ik denk dat hij nu al een beetje in de problemen is gekomen. Hij zal toch ook stiekem hebben kunnen oefenen. Oeps. Kijk uit voor je handen. Ja, volgens mij komt hij er eentje tekort. Oké, dan gaan we. Pas op, ik ga je blinddoek. Die blinddoek maar af. Die blinddoek af. Oké, dan gaat je eerste biertje. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, weet je, kijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zit op 9. We hebben er veel laten vallen, maar 9 is geen slechte prestatie. Top gedaan, jongen. Nou, mijn algemene indruk van Marcel is goed. Ik vind het heel erg goed dat hij goed cocktailgereedschap gebruikt. Hij pakt het ijs met een tangetje heel netjes. Alles wordt goed afgemeten. Hij heeft goed contact met de gasten in de bar. Hij ziet er vrolijk uit.
En mijn eindcijfer voor Marcel is een 8. En wat een schatje is Marcel. Ik wil niet zeggen. Ik wil zoveel over hem zeggen, want hij is onwijs enthousiast. In het begin was hij nog een tikje zenuwachtig en naarmate de avond vorderde werd dat steeds minder. Je ziet gewoon dat hij heel bewust is met zijn gasten. En daar gaat hij heel bewust mee om. Is de asbak vol? Is het drankje nog gevuld? Dus hij wil zeker nog wel zien van. Kan ik mijn gasten goed bedienen? En daar is hij gewoon heel erg goed. En hij heeft van alles geregeld. Artiesten, slingers opgehangen. Hij heeft er heel veel aan gedaan. En hij krijgt van mij een dikke 8. Dat brengt Marcel op dezelfde hoogte als Efraïm. De voorlopige tussenstand komt ermee op. Plaats 6, Niels Oosterman. Op een gedeelde 4e plaats, Marcel en Efraïm. Op een gedeelde 2e plaats, Melissa en Sjoerd. En de leider in het klassement is Kees Vegers. Je kunt nog tot 12 maart jouw favoriete barman liken op de OutTV Gay Barman Facebookpagina. De likes op de foto van de finalist tellen voor 50% mee in de uiteindelijke score. De beste 2 barmannen strijden 20 maart in een heuse battle om de titel OutTV Gay Barman van 2014. Dus stem op jouw favoriet. Ga naar de Facebookpagina OutTV Gay Barman 2014 en laat jouw stem gelden. Volgende week zie je alle kandidaten nog een keer. En over 2 weken is dan de grote finale waar de 2 strijden om die titel en die fantastische vakantie. Ik ga hier binnen nog een biertje doen en ik zie je graag volgende week. Bye bye. De zoektocht naar de OutTV Gay Barman van 2014 is powered by Corendon en Hooghout Bruin Jenever. Vol en zwoel.